Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans en ik ben schrijver. En ik ben hier wekelijks op Land van Lezen te vinden met een nieuwe vlog. Nou, vanochtend heb ik het laatste hoofdstuk geschreven van een nieuw boek, Vloggers in Danger. Inderdaad, een Engels boek dat over een tijdje gaat verschijnen in de serie Books for You. Nou, en omdat het een Engels boek is en het daarom erg belangrijk is dat kinderen vooral juist heel veel plezier hebben in het lezen van een Engels verhaal, is de verhaallijn heel eenduidig, vrij eenvoudig. En als ik zelf een dergelijk verhaal schrijf, vind ik het handig om een soort van visuele tekening daarbij te gebruiken, waarin heel duidelijk is aangegeven, nou, dit is het begin van het verhaal, de personages worden duidelijk gemaakt, er vindt een bepaalde gebeurtenis plaats, de spanning wordt verder opgebouwd, helemaal tot aan het hoogtepunt, climax van het verhaal, waarna het verhaal verder wordt afgewikkeld tot aan het einde van het verhaal. Nou, en een dergelijke tekening is volgens mij ook heel handig om in de groep te gebruiken als kinderen zelf een verhaal gaan schrijven. Nou, een boek dat ook zeker een dergelijke eenduidige verhaallijn heeft, is dit boek, The Clockwork Dragon. En het is niet alleen een heel grappig en spannend boek, maar er is ook heel veel in te zien. Oké, tot de volgende keer. Dag.